Was iemand die verdacht werd van dat hij een bom in zijn tas had. Dat, zeg maar. En liep je daarmee te dreigen in de trein? Zelf heb ik niks gezien, maar volgens de politie was dat wel zo. Het enige wat ik weet is dat we bij Sloterdijk stil kwamen te staan. Toen moesten we daar een hele tijd wachten en in één keer kwamen allemaal ME op het perron. Dus ja, dan weet je wel dat er iets aan de hand is. En we bleven maar wachten en wachten en we wisten niet wat er was. En op een gegeven moment kwam de ME ineens met zo'n groot schild onze coupé in. En ze riepen of, ze, of iemand met een blauwe jas en een blauwe koffer had gezien. En toen moesten we allemaal onze handen omhoog doen. En verder, daarna moesten we weer wachten. Dus ja, eigenlijk, ik weet vrij weinig. Maar er is wel iemand opgepakt volgens mij. En nou, ik heb een gratis koffie. Ja. Wat was de sfeer in de trein? Iedereen erg geschrokken? Het was wel een gespannen sfeer. Maar de politie had het onder controle. Dus er dus was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand uiteindelijk. Hoe ging de politie te werk? Nou, je kon eigenlijk van buitenaf kon je veel zien wat er gebeurde. Mensen met geweren die langs liepen en zo. Uiteindelijk was alles veilig en kon iedereen uit de trein. Het is wel even schrikken, maar je zit vast in de trein. De deuren waren dicht en je kon niet naar buiten. Dus ik was wel even op een andere plek gaan zitten. Want ik dacht, ik sta nu recht, zeg maar. Je kan vanaf de gang kan je precies op mij schieten, zeg maar. Dus toen ben ik wel even gaan verzitten. Maar ja, verder kan je niks doen. Dus ja, je kan je wel druk gaan maken, maar dat... Daar heb je ook niks aan. Hey, maar ik kan me voorstellen als er zwaar bewapende agenten zeg maar, richting jouw trein komen, dat je denkt, oeh, daar is wel echt iets mis in die trein. Ja, nee, dat zeker. Ja, ik zat wel even wat mensen aan de telefoon, want ik moet eigenlijk mijn broer helpen verhuizen. Ik zei, ik ben wel wat vertraagd, want er zit hij mee hier in de trein. Nee, ja, tuurlijk, het is wel schrikken, maar gelukkig, ze hebben het alles goed afgehandeld en niks gebeurt verder, dus helemaal veilig.